trainingsvisie 5, als ik het goed heb. Roland, we raken er een beetje aan gewend. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Nee, allereerst. Ja, mijn mening over het laatste half uur. Werkelijk, ik heb echt genoten van het tempo. Slotoffensief was het niet eens. Sneek werd helemaal ondersteboven gespeeld. Ja, vond ik ook. Ook van genoten, maar het zat niet mee. Het leverde niks op, helaas. Dus, maar wel weer voor ons, eigenlijk dat half uur, dat moet je een hele wedstrijd doen. Dan zeg ik het. En dan ook nog doelpunten te maken. Volgens mij moet je alleen maar op trainingen gewoon oefeningen doen van schieten zo hard mogelijk op het doel. Desnoods met de ogen dicht, maar echt werkelijk zo knalhard. Want die inzetten van zowel Maurice als Joran van Zanten, er zit geen venijn in, Roland. Met me eens? Ja, moeilijk. Die van hun die ging ook niet hard. Die ging hoog. En die stuitte het gewoon wel net onderkant laat. Of net onder in het, hoe zeg je dat? Dak van het doel. Dus gaat gewoon om, denk ik, dat je in de laatste fase je rust kan bewaren. En dan een juiste keuze kan maken. En soms is de tijd heel kort en soms de tijd wat langer. Benjamin had wat meer tijd. En een aantal situaties in de tweede helft hadden ze heel korte tijd. Maar goed, ja, keeper pakte een paar keer een fantastische bal. Maar dat is enorm zuur natuurlijk voor de groep ook en voor iedereen. Want het spel was mooi en dan verdient dat ook gewoon een minimale goal. Want ik denk als we gescoord hadden, waren we eroverheen gegaan. Ja, dat heb ik in mijn verslag ook gezegd. Als DVS een goal maakt, drop en erover. Wat mij opvalt, dat is dat spelers die stoppen natuurlijk heel veel in combinaties. Hè. Je slijpt dat erin, positiespel, heel veel tijdens trainingen. En soms heb ik het idee dat spelers met dat accent in hun hoofd te veel aan het spelen zijn en dan vergeten om die trekker, ik heb het wel eerlijk gezegd, die trekker, die verrekte trekker over te halen. Ja, ik zou zeggen, vraag het ze zelf. Als dat zo zou zijn, ik heb het nooit gehoord. Dus ik denk ook dat het erom gaat van dat je doelpunten maakt en op welke manier. Wij doen het op een bepaalde manier. Ik heb gisteren Nederlands elftal gezien, ik heb 3600 voorzetten gezien. En denk van ja, wie gaat hem inkoppen? Gelukkig was het toch nog Depay die er tegenaan liep. Die het wel goed deed trouwens. Zo hebben wij ook onze manier van scoren. En ik denk dat wij ons pas zorgen moeten maken als we geen kansen meer creëren. We creëren gewoon heel veel kansen. En we hebben een groot overwicht de hele wedstrijd. Want ook dit keer had de tegenstander natuurlijk ook maar weer 1 of 2 ballen op het doel. Maar daar gaat er wel één van in. En dat is heel zuur. Dat is vooral voor spelers ook. En voor iedereen is dat heel moeilijk te bevatten, dat je zelf er dan veel aan doet. De tweede helft, hè. De eerste helft heb ik ook zaterdag gezegd, was ik niet tevreden over. En dan krijg je eigenlijk niet wat je verdient. Maar over wat jij zei, om daarop terug te komen. Kijk, is de bal vrij, moet je schieten. En er zijn een aantal die kunnen heel goed schieten, een aantal die kunnen wat minder schieten. En die proberen dan een andere er beter voor te zetten, dat snap ik soms ook wel. Maar ja, goed, het gaat uiteindelijk om de juiste keuze. En dat is vaak nog wel eens moeilijk. Nou, vraag ik mij ook altijd af, hoe zit je nou op de bank? Of hoe sta je nou in dat gebied waar je niet overheen mag komen? En waar jij dan staat? En dan hoor je natuurlijk wel eens wat vanaf de tribune. Want Marco Jansen van Stentor, die repte er toch weer over. Dat een groot gedeelte van het publiek, of een gedeelte van het publiek, toch wel weer behoorlijk kritisch was. En dat is hier soms bij het overdrevene af. Ik weet niet wat jij daarmee van meekrijgt op het veld. En of dat van invloed is bij jou. Nou, laat duidelijk zijn dat ik... Kijk, iedereen mag zijn mening hebben. Hè? Dus, maar uiteindelijk gaat het om de club. Hè? De club DVS. Ik denk dat de spelers... Kijk, naar mij toe... Ik hoor wel dingen, maar ik focus me op wat ik moet doen. Hè? En daar moet ik... Ik heb ook wel eens mijn emotie laten gaan bij Almere uit. Maar dat moet ik niet doen. En dat doe ik eigenlijk nooit. Want ik moet mijn focus gewoon bij het spel houden. Ja, en wat het publiek betreft, kijk, iedereen mag kritisch zijn. Maar ik denk dat de spelers op dit moment gewoon heel veel baat bij hebben. En dat zij enorm gesteund worden. En zeker dat laatste half uur kun je wel weer zien. Dan is een af en toe een beetje geluk. En dat er een beetje een zwoeng in komt. Kun jij zo mooi zeggen. Maar
Schwung. Ja, die ja. En dat kan alleen maar, denk ik, als iedereen erachter staat. Maar ja, nogmaals, ja, het zijn een aantal mensen die kritisch zijn, maar ik hoor ook gewoon weer heel veel mooie geluiden. En mensen die genoten hebben van het laatste half uur van het spel. En ook de wedstrijd tegen VVOG, ik hoor heel veel verschillende meningen. De ene zegt er was geen inzet, de ander zegt van ik vond het een goede wedstrijd. Dus ja, al met al staat alles toch vaak met winst of verlies. En we kunnen ook slechte wedstrijden spelen en winnen en dan loopt iedereen in de polonaise. Maar hoe lang gaat dat goed? Hè? Dus Nederland zelf al, persoonlijk vond ik het gisteren ook niet goed. Ik vond het eigenlijk vreselijk. Maar ze winnen wel. Dus. Ja, dat is heel belangrijk. Nou zie ik hier opeens 50.000 euro liggen. Volgens mij is Sinterklaas net langsgekomen. En daar mag je in de winterstop een speler voor halen. Wat voor type speler zou je willen halen, Roland? Ja, dan in samenwerking met de TC natuurlijk. Nou, dat is mijn gebied niet, jongen. Maar ik ben ook niet zo van spelers halen in de winterstop. Je begint de competitie ergens aan en daar eindig je mee. In die belachelijke transfers in de winter, daar moet het voetbal gewoon vanaf. Dus ook het amateurvoetbal mag daar niet. Ik ben het met je eens, hoor. Ja, dus ik heb vertrouwen in deze groep en wij gaan het hiermee doen. En klaar. Ja. Lees je ook wel eens... Mike Arends, Ali Akla, die volg je ook waarschijnlijk allebei toch nog wel een klein beetje. Leuk voor Mike dat hij bij Spakenburg in de basis heeft gestaan, gelijk man of the match. Ja, jij vindt dat niet gek, hè? Nee. Goeie speler. Maar die kost niet zoveel geld, hè? Wat bedoel je dan? Toch? Nee, dat bedoel ik echt niet. Ik denk dat hij gewoon nu niet naar zijn zin heeft. En ja, hij speelde de pannen van het dak. Ja, ik heb nog even contact met hem gehad zaterdagavond. En hij was natuurlijk hartstikke blij. En ik heb verslagen gehoord. Ik ben nog even getipt door jullie cameraman, door Lex. En zo ook nog even een ander interviewtje gehoord. En, ja, maar zo kun je ook weer zien, en dat geldt ook weer voor spelers. Want sommigen die niet spelen, je kunt wel heel teleurgesteld zijn. Maar je ziet dat Mike weer, die houdt zijn geduld en die krijgt de kans. En nou zegt iedereen van volgende week sta je al op wedstrijdformulier. Dus zo zie je maar weer, zo kan het gaan. Hè? Ja, dat is typisch de voetbalwereld, hè? Word je daar niet eens moe van? Oh nee hoor, ach. Ze doen maar, ze praten maar. Het is gewoon mooi dat zo'n speler zelf ook gewoon geduld bewaart. En dat heeft hij hier ook gedaan. En uiteindelijk is dat beloond, denk ik, met een heel mooi jaar. En het is een goed jong. En ik hoop dat hij nog veel gaat spelen daar. Jullie bewaren ook je geduld. En zaterdag tegen Quick Boys gaan we weer genieten, Roland. Wij gaan het laatste half uur proberen naar 90 minuten te trekken. Met doelpunten. Ja, met doelpunten. Focus op die trekker. Gaan we doen. Oké, bedankt.